Yo guys, Glitch hier, met vandaag een nieuwe video en vandaag is weer terug Minecraft Survival Hardcore. Het is eigenlijk gewoon Minecraft Hardcore, maar ik fuck het altijd op. But, de vorige keer zijn we hier gebleven en ik heb beloofd dat we deze ravijn gingen discoveren, dus dat gaan we ook effectief doen. Effectief. We gaan ook kijken voor diamonds. Als het aan die kant ligt, zijn er geen diamonds, maar ik pak wel eventjes de kool mee. Kool is very useful. Dus je hebt nooit genoeg kool. Ik ga even nog wat troep wegsmijten. Zo. En zo. Dat is toch het voordeel aan een hoop lava in de buurt. De kans is groot dat je doodgaat als je erin springt. Maar je kunt er wel stof in gooien dat je niet meer nodig hebt. Ah, dat is kapot. Oké. Pickaxe nummer 2 en ook de laatste pickaxe. Maar we hebben ook genoeg iron. Voilà. Meer dan een stekje. Moet wel nog verbranden worden. Ah ja, niet verbrand, want dat heeft hier niet veel aan. Het moet nog gesmolten worden, zal ik het zo zeggen. Oké, deze kool pak ik ook nog even mee. Pak dat ik toch wel met 2,5 stack kool terug wil gaan. Dat is wel mooi en hebben we voor een lange tijd ook gewoon genoeg. En dan moeten we er ook gewoon niet meer naar zien in de toekomst. Dus dat lijkt mij pretty awesome. En het is ook nog eens goed voor experience. Niet zo super goed, maar beter dan niks. But okay. Very, very nice. Yo. It's a trap! Sorry. Dan ga ik wel roepen mocht ik doodgaan. Ik hoop al wel. Als ik dan doodga in de battle met de Ender Dragon, zou ik dan roepen? Geen idee. Het is trouwens goed dat ik die iron heb meegepakt, want kijk wat er nog allemaal achter zit. Yo, what the fuck? Er zit nog lapjes achter. Zit hier een diamond achter? Het kan nog altijd. Oké, nee. Dat was te mooi om waar geweest te zijn. Maar hier is wel nog. Hoop. Ik ben buiten al, omdat ik legit gewoon een trap heb opgelopen. What the fuck. Oké. Ik ga even deze redstone wegpakken. Want dat is very mooi. En mooi. Laat ik even deze afsluiten. En dan kunnen we langs hier. Precies of iemand is hier al het liefst geweest. Dat lijkt echt wel zo. Maar oké. No worries. Ja, ik had beter een bucket meegenomen. Dan kon ik zo alle lava veranderen in water. Oh, dat is wel teleurstellend. Deze is teleurstellend. Maar maakt niet uit. Oeh. Oh. Oké, dat hevelende water. Wow. Outstanding. Oeh. Oeh. Stop met die risky shit. Dat had nog eens een keer verkeerd aflopen, calling it. Wat ik dus niet heb aangedacht is dat 2 pickaxes eigenlijk nog vrij weinig is, want door een van de reden ik nu al in de helft van deze pickaxe. Ja. Ja! Oh. Heb ik even geluk dat ik daar niet op ben gaan staan, holy shit. Wat eigenlijk zo kut is, dit was een hele ravijn. En ik dacht dat ik hier wel een hele video mee kon vullen. Brave, but quite foolish, my old Jedi friend. Ik even de school skippen. Anderhalf stack is ook wel genoeg. Fuck that. Oké, dus hier kwam ik van, hè. Ben ik hier al geweest? Ja, want er brandde heel veel fucking tor. Dat was de oude ravijn, zeker. Ja. Yo, ow. Die, motherfucker. Ow. Dat was een jump shot. Oh. Ik heb een gevoel die... Holy shit. Ik moet hier iets harder oppassen, denk ik. Nu ben ik gewoon een beetje zoals een yaki overal aan het inlopen, maar dat is niet zo super slim. Hè. Oh. Maar heb ik even geluk. Ik ga daar gewoon even terug naar boven bouwen. Zo. Oké. Zou er ergens nog een erg andere mine zijn? Dat is de vraag. Ja, waarschijnlijk wel, maar ja. De vraag is, waar is die? Want ik ben nu wel heel leuk aan het exploren, maar ik heb alles wel zo wat gezien, denk ik. Alhoewel, deze komt mij niet bekend voor. Of toch wel. Oh, holy shit.
Maar deze is gevaarlijk. Deze is gevaarlijk, vriend. Oké. Ah, een zombie, dat is nieuw. Ah, van waar kwam die? Van hierboven. Jee, daar ben ik nog niet geweest. Ah, ik heb geen blokken meer, juist. Zo. Ja, hier ben ik... Oh, toch wel. Oh, wow, dat was heel stoem. Oké. Ik dacht dat ik iets spannend ging vinden, maar... Oké, hier kwam ik zelfs van, denk ik niet. Hier heb ik ergens naar boven gebouwd. Nee. Ja, van hier kwam ik. Oké. Even onthouden wat de coördinaten zijn. X, even screenshot. Oké. Ja, voor mensen die alleen vinden, no fucking risks. I'm just running circles and circles. Oké. Yo. Nee, ow. Fuck, stop. Beter. Ik keek even helemaal naar boven zo. Maar hij gaat snel. Hij is juist met die nieuwe... Oh. Ah ja, nee, wacht. Oké. Dus ik heb even de high ground genomen. Zo, in de hoop dat we toch hier iets... Nee, godverdomme. Iets beter kunnen vinden. Nee, oh! Oh-oh, deze is niet goed. Ja, fuck you. Island light is het al. Laten we terug naar beneden gaan. Of toch van waar we komen. Oh, here you fucking are. Oké, ik stel voor dat ik gewoon terug naar mijn base ga. Ja, echt, rot even op. Oké, die Yaki is gewoon dood. We gaan wel even terug naar de base. We gaan wat pickaxe erbij maken. Oh, hier is nog eens Kelly. Wacht. Nou. Oh. Waarom zijn ook trouwens alleen maar skeletons? Ah, ik heb een ding gekregen. Een bow. Oh. Dus ik kwam van hier ergens zeker. Hè? Ja, nu ga ik dat niet meer terugvinden zeker. Dat is wel typisch, maar oké. Ah, hey. Ja, van hier kwam ik. Oké, mooi. Ik kan me ook herinneren dat hier rechts nog iets was. Nee, nog niet. Effectief nog niet. Oké, kijk eens, kijkend deze iets voorstelt. Stelt deze iets voor? That's the motherfucking question. Oké, niet veel, maar wel als we een stripmine maken. Dan kan dat wel nog iets voorstellen. Dus, ik ga een hoop pickaxe halen. Ik weet ook niet waarom ik begin te roepen, maar ik ga een hoop pickaxe halen. En dan gaan we gewoon fucking verder doen. Fuck die miner even. Een fucking diamond, dat was het. Dat is geen vette. En dan moet ik nou eens alles behalve een vette. Doe ik oppas, want ik heb volgens mij al een paar nachten niet meer geslapen. Want dan komen die vliegende dingen op je af en die zijn al vrij sterk. Maar ik heb een bow, dat moet wel al helpen. Holy shit. Oké. Ja, de fucking woef die heeft al mijn dingen gekillt. Oké, dus ik heb hier een hoop troep. Ik pak dat mee. Ah ja, juist. Mijn nieuwe patatten. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nee, jawel, ik heb er 9 nodig. 9. Mooi. Dan maken we een kolenblok van. En mooi. Oké. Dan nog 3. Mooi. Dan moet wel een hoop experience zijn, hopelijk. En... De ene diamond. Maar oké, dat kunnen wij niet aan doen. Ten slotte. Ik stel voor hè, dat ik gewoon
nog 4 pickaxes bij maken. En dan moeten we toch wel al op iets stoten van Iron of zo. Wat zei ik van Iron? Van Iron gaan we wel vinden, maar ik bedoelde natuurlijk gold of zo. En ik heb trouwens nog meer nodig. Ik ben enorm stil deze aflevering. Ik weet niet waarom, maar ik had mijn eigen beloofd vorige aflevering. Als ik geen dinges vind... Oh, check al die patatten hier, maar dat is geil. Dat is godverdomme geil. Patatten zijn geil als ze volgroeid zijn in Minecraft. Fucking accept it. En we kunnen ook binnenkort joints gaan paffen, want die wiet, dat ziet hier ook goed uit, hè, mannen. Alle carrots zijn al volgroeid. Mooi. Oké. Okay. Misschien kan ik ook wel van die beetroot planten, maar die beetroot... Dat is niet zo supergoed. Ik stel voor dat we trouwens bij de volgende nacht, want het gaat zo nacht zijn, dat we eerst even gaan slapen en dan gaan we pas gaan minen. Oké. Okay. Dan kan ik ondertussen hier alles rustig harvesten en misschien wel over iets praten. En ja, waarover moet ik dan praten? Jee, ik heb noise niet voorbereid over wat ik het ging hebben. Mijn excuses. Dus dat resulteert in... Verzin uw onderwerp nu maar en probeer er iets leuk van te maken. Oké, dat ga ik doen, maar what the fuck? Ik zit echt kort op adem of zo. Ik kan nog doodgaan strak. Dat is niet goed, hè. Nee. Pakt dat ik beter deze aflevering overleef. Zodat ik nog lang en gelukkig leef. Zo. Ik hoop dat ik nog genoeg tijd heb om alles te replanten vandaag voordat er mobs spawnen. Oké. Nice. Zo. Oké, okay, deze begint wel overdreven lang te worden, maar beter dat dan amper geen shit. Ja, sugarcane gaat altijd wel snel, dus op zich maakt niet zoveel uit. Yo, check dat. Oké, okay, nu gaan wel trouwens de mobbies beginnen spawnen, dus laat ik eventjes gaan slapen. Zijn er al mobs gespawnd of niet? Ben aan het zien. Ja, misschien moet ik niet te lang wachten. Oh. Want onder mijn bomen kunnen ook mobs spawnen. Oké, ze zijn echt lang aan het wachten. Maar oké, niet mijn probleem. En we hebben geslapen. We hebben alles geharvest. Wij zijn echt goede jongens. Ik ga alles weg tieveren. Zo. Mooi. Is er al iets klaar trouwens? Ah, deze is bijna klaar. En dat is leuk. Yo, daar is een speciaal zombie gespawnd. Daar is een enderman gespawnd. Kijk, zie je, dat is zo'n speciale zombie. Au. Yo, en die heeft mij honger gegeven. Dat is niet lief. Ik wil trouwens misschien wel een poging doen voor die enderman. Deze kan mijn einde zijn. Alhoewel, die is veel te hard aan het flippen omdat het dag is. Laten we dat niet doen. Of toch wel? Maar hij is al verdwenen, het is te laat. Oh, het is hier een bijeenkomst. Oké. Okay. En nu jij nog. Oké, okay, mooi. Dus mijn plan was om niet hier een mine te bouwen. Maar hier verderop. Ja, waarom leg ik dat nooit uit? Dat is twee keer op rij. En ik moet altijd een onderwerp vinden om over te praten, maar het gaat er niet van komen. Maar als ik zo gewoon strip mine, moet dat wel, vind ik persoonlijk. Laat ik trouwens even deze pickaxe eerst afmaken. En genoeg torches hebben we normaal wel. We hebben ook gewoon goed eten, genoeg eten bij. Dus shit's going good. Laat ik even het niveau in de gaten houden. Zodat we mooi naar... Ik ga trouwens 3 hoog doen. Dat is gemakkelijker. Om naar beneden te lopen of naar boven. Oké, laat ik even... Juist, je hebt zo'n tweede hand. Maar ik gebruik... omdat ik zo'n oldschool Minecraft speler ben... Ik gebruik het eigenlijk nooit. Ah, daar kan ik over praten. Over de toekomst van Minecraft. Dat is misschien wel leuk om over te praten. Ook over de Hytale en zo. De nieuwe game van Hypixel. Ziet er fucking sick uit. Als het spel uitkomt, dan ga ik het spelen. Tenzij ik weer onterecht geband word. Ja, yeah, I'm still salty about it, you know. Ik heb ook nooit een story gekregen. Ze hebben trouwens ook gewoon niet een band. Ze geloven me ook gewoon. Ze dachten legit dat ik echt aan het hacken was. Maar ik hack niet in Minecraft. Ik heb legit nog nooit een hack gedownload in Minecraft. Nee, denk ik niet. Misschien zo eens... Jawel, ik heb het wel eens gedaan. Maar dat is echt al op mijn Windows Vista PC. Dus dat is al even geleden.
Zit ik trouwens op het goede niveau? Ja. Ik ga denk ik tot I-12 doen. Of I-11. Oké, nu gaan we lekker strip maken. Let's go. The search for diamond can begin. Met één diamond kunnen we niks doen. En als ik deze aflevering geen diamond vind, dan ga ik een diamond shovel moeten maken, want ik heb dat beloofd. Maar de toekomst over Minecraft. Denk ik dat Hyde... Hey! Blijf eens hier. Sorry, ik moet niet zo roepen. Denk ik dat Minecraft nog een toekomst heeft na Hytale? Ik denk dat wel. Er zijn altijd wel mensen die gewoon met Minecraft gaan blijven. Er zijn sowieso mensen die zo zijn van... Fuck, ik skip de nieuwe shit. Ik blijf gewoon bij oldschool Minecraft. Ik denk dat er zelfs zo heel veel gaan zijn. Ik zelf ga waarschijnlijk ook gewoon bij Minecraft blijven uiteindelijk. Oké, die Hytale ziet er wel zo fucking fancy uit en zo. Trouwens, als je niet weet wat Hytale is, zoek even die trailer op. Ziet er fucking sick uit. Oké. Ik hoor hier wel rechts van mij lava, dus ik ga er eerst naartoe minen. In de hoop dat daar diamonds liggen, hè. Oeps. Maar Hytale gaat Minecraft sowieso niet killen. Minecraft gaat het misschien wel nog voelen, maar we rekenen, Minecraft heeft nog altijd meer spelers dan Fortnite. Mensen vergeten dat. Hoeveel mensen dan altijd Minecraft spelen. Oké, ik hoor nu ook links van mij lava. En deze keer al heel dichtbij. Oh. Jongen. Oké, laten we hopen dat het een goede keuze was om dat hier te bouwen. Nu heb ik ook trouwens wat kobbel, dat is wel goed. Ik hoop niet dat ik in die even ene keer... Ja! Nice! Oh, dat was een goede keuze. Lekker. Fucking diamond. Mooi. Maar nee, nu even terug verder over Hytale. Ja, sorry, ik vind... Ja, oké, maakt niet uit. Maar ik ga Hytale sowieso wel let's playen. Ziet er met chill uit. Ik denk alleen dat het wel nog lang kan duren voordat het uitkomt. Dat doet me ook zo'n beetje denken aan Terraria. Volgens mij, denk zelfs dat je gewoon kunt zeggen dat Hytale gewoon Terraria in 3D is. Met een beetje Zelda erbij. Het zijn sowieso al twee diamonds, dus dat is wel fucking nice. Oké. Kom hier toe, daddy. Zijn het er twee? Deze Minecraft-wereld is gierig. Maar we hebben er drie. Dat is genoeg voor een ding. We hebben er eigenlijk nog twee nodig. We hebben er ook nog nodig voor de enchanting table. En misschien nog een diamond. Gewoon zoveel mogelijk. Maar toch zeker wel een... Maar ja, what the fuck voor een arcaveje is deze? Beetje louche. But give... Fucking hell. Fuck. Heb ik water bij? Oh, niet doodgaan. Alsjeblieft niet. Fucking back. Nee. Oh, als ik nu in de lava val is gedaan. Ik ben weg. Fuck deze. Oh, kut. Ah, het is naar daar. Oeh, dat was snipt. Oké, dat was even schrikken. Ik ben blij dat ik een vrij goede reactie had en direct uit water. Oh ja, uit de lava in mij gesprongen. Besef even als ik daar was dood. Ja, holy shit. Ik zou echt tering depressief zijn, what the fuck. Wel goed bezig, vind ik? Ja, toch wel. Ten uit dat ik toch qua diamonds meer geluk heb met caves. Nog twee diamonds zou wel mooi zijn deze aflevering, maar ja, ik vrees ervoor. Ik moet twee al gaan roepen. Ik hoor een zombie links van mij. We gaan even voortminen. Dat is wel heel links, wacht even. We zullen niet naar links minen. Dat is boven mij. Ja, ik kom dichter en dichter. Het kan hier achter zijn, achter deze oors. Ja, hij wandelt hier letterlijk boven mij. Am I a joke to you? Wacht, ik heb nog wat eten. Oh. Where the fuck are you? Maar nu is hij links van mij. En ik hoor water. Nu is hij rechts van mij. Yo, waar is die cave? Ik kan het maar niet vinden. Ah, hier. Oh shit, die heeft een schep vast. De laatste keer dat een zombie een schep vast had. Hey, merci voor schep. Was ik ineens nog maar heel weinig geld. Ah, fuck.
Yo. Met heel veel zombies hier. Yeet. Ah. Oké, mooi. Een cave. I'm really looking forward to this. Naar deze niet. Fuck lava. Fuck effe lava. Deze is. Oké. Okay. Nice. Wauw, ik heb het dikste risk genomen voor niks, voor wat kool. Oh, er is een zombie aan het verdrinken. Ah, oh, die is al verdronken. Dat is een drowned zombie. Oh, fuck. Just. Yeet! Sorry. Oh, er is een fucking gold kapotje aan. I ain't trusting this shit, you know? Ik ga de aflevering al zo afsluiten. Ik wil wel toch nog eens één keer daar beneden gaan zien. En dan gaan we de volgende aflevering nog een beetje voortminen. En dan gaan we terug naar boven en dan gaan we de koeienfarm bouwen. Ik heb een koeienfarm nodig. Laat even hier naar beneden gaan. Yo, deze gaat nog vrij diep. Maar dat is goed. Aha. Oeh, maar de diamond heeft wel wat guards. De diamond heeft wat guards. Oeh, check hem daar als een baas staan. Oké, dat is wel eentje. Yo, die heeft een enchanted schep. Ik drop die eens. Oh, jammer. Oké, right. Yo, daar is die drowned zombie. Hey. Oké. Okay. Oh, mijn kat staat voor eraan. Yo. Is dat nog meer diamonds? Oh nee, dat heb ik verkeerd gezien. Oké, okay, maar hier, deze cave is fucking awesome. Let's go. Oké, okay, deze cave wordt hem. Ja. Is dat nu nog meer diamonds? Heb ik dat verkeerd gezien? Ja, ik begin gewoon overal random diamonds te zien. Dat zou iets te mooi geweest zijn. Dan gaan we die diamonds meepakken. En dan gaan we super blij zijn. Ja, ik toch. En ik hoop dat er vier zijn. Eén zou echt heel... Ah, beter. Het zijn er twee, ça va. Kan ik mee leven. Maar ja, ik had ook niet meer verwacht, want deze wereld is trouwens fucking gierig. Oeh, maar deze ziet er allemaal wel chique dingen uit, hè. Ja. Maar ik ga deze video afsluiten van Minecraft Survival. Dus vond je deze video leuk? Was het een blauw duimpje omhoog? Abonneer de volgende keer en de volgende keer gaan we weer verder. En ik zeg ciao.